De nieuwste techniek is dat eigenlijk alles overgezet is naar VoIP. Dus dat er op een gegeven moment heel weinig bedrading meer overhouden. Want vroeger was het echt helemaal vol met analoge bedrading. Wat dus nu door de Voice over IP centrale niet meer nodig is. Wij staan hier bij Apollo Vredestein. Apollo Vredestein produceert banden en dat zijn over het algemeen hoogwaardige producten. Het hele productieproces vanaf de grondstoffen die nodig zijn tot uiteindelijk het produceren van de band, dat gebeurt op deze plek. Het belang van proces- en persoonsalarmering is belangrijk. Je zit met gevaarlijke omgevingen, machines die bewegen. Nou, voor persoonsbeveiliging komt het voor dat bijvoorbeeld laboratoriummedewerkers wel eens alleen moeten werken in het laboratorium en misschien ook wel met gevaarlijke stoffen. Dus als daar iets gebeurt, dan willen we wel graag dat het opgemerkt wordt. Op dit moment zijn we in de portiersloge van Apollo Vredestein. Het is eigenlijk de ruimte waar alle alarmen van ASCOM binnenkomen en ook verwerkt worden. Een voorbeeld van een alarm is bijvoorbeeld de drukken op zelf die bovenop het toestel is. Het tweede voorbeeld is het omvallen van het toestel. Als die 10 seconden blijft liggen en er gebeurt verder niks, dat die dan automatisch ook een alarm genereert. En de derde instelling op het toestel die je ook bij kan schakelen is zelfs het niet bewegen van het toestel, non-movement. Dat die dan ook een alarm genereert. Ik zal nu even de drukken op demonstreren. Een lang alarm is een testalarm. Nou, je kunt nu zien dat er op het toestel neergezet wordt dat we hier in de portiersloge zijn. En bij het scherm van onze portiers wordt automatisch een regel gegenereerd waar ook de zender waar het toestel in alarm is gegaan op gepresenteerd wordt. Plus op alle andere alleenwerkstoestellen wordt ook bij een echt alarm ook de locatie van de zender gepresenteerd. De kracht van ASCOM is ook dat wij ASCOM-systemen heel makkelijk kunnen integreren met onze eigen systemen. We hebben bijvoorbeeld een eigen toepassing die denk ik wel redelijk uniek is om onbemande voertuigen op te roepen. En daarvoor hebben wij ook zelf eigen software gemaakt die dan communiceert met de ASCOM-apparatuur. Het idee van de AGV was tweeledig. Vredestein die was op dat moment op zoek naar apparatuur om de AGV's te sturen door de bedieningsmensen. En ASCOM was eigenlijk, ging de markt op met mogelijkheden om systemen te koppelen. En dat is prachtig mooi door Vredestein en ASCOM bij elkaar gekomen. En we hebben daar een prachtige situatie en installatie neergezet die tot op heden eigenlijk al bijna 8 jaar geweldig functioneert, waar heel fijne problemen mee zijn en wat eigenlijk aan alle eisen en wensen die we hebben gehad heeft voldaan. Mijn naam is José Rodríguez. We zijn hier bij de bedrijfsband Apollo Vredestein in Enschede. Hier komen de signalen binnen van de brandmeldcentrale, waar de twee koppervlakken in zitten. Eén van de leverancier van de brandmeldcentrale en de andere van ASCOM. Waar de teksten binnenkomen die via ESPA-interface gekoppeld worden en op deze manier op de handset gepresenteerd worden qua tekst. Wij staan hier bij een alarmklep. Het is een sprenkelsectie. En ik ga zo meteen eventjes een brandmelding simuleren. Elke maandag testen we alle sprenkelsecties of die meldingen binnenkomen. Zowel op de brandmeldcentrale als op het ASCOM-toestel. Laat ik hem eerst overgaan. Nou, zo werkt dat in principe. Portier krijgt hem mee, die neemt gelijk contact met mij op. En dan sluiten we kort, is er wel in de hand, niet wat aan de hand. In dit geval is het een test. De samenwerking met ASCOM is al heel lang, ik denk al meer dan 25 jaar.
We gebruiken die apparatuur ook al heel lang. En waarom we Ascom gebruiken is dat de apparatuur is open, flexibel. En we kunnen daar heel veel mee doen in ons proces. Dus als er een probleem is of we willen ergens iets voor elkaar krijgen, dan is dat makkelijk voor elkaar te krijgen met Ascom.